Ja, aan tafel nu Jesse Breebaert en Ray Elderman, twee technici. Lichttechnicus ben jij en jij bent geluidsontwerper en technicus. Zeker. Zeker, heel goed. De mannen die normaal gesproken achter de schermen plaatsnemen, maar nu voor het eerst even in het licht zitten. Ja. Omdat het een belangrijk moment is, ook voor jullie doelgroep. Zeker, zeker. Jij bent in vaste dienst, hè? Ja, ik werk als technicus dus voor Senef Theaterpartners. Ja. Ik doe daar alle voorstellingen opstarten, zeg maar. Ja. Wij werden natuurlijk ineens van de een op de andere dag soort van uit het werk getrokken. Dus je bent snel al, nadat de maatregelen werden aangekondigd, gestopt met werken. Ja, die persconferentie was er. Wij waren in het theater een voorstelling aan het opbouwen. Ja. En voordat we het wisten, konden we de boel weer inpakken in huis. Ja. En dat is ook heel raar, want je laat ineens een heel team achter. Ja, inmiddels heb ik een paar mensen wel weer gezien en gesproken. Precies, maar je hebt ook niet meer dat intensieve contact met je collega's. Nee, en dat is wel iets wat ik heel erg mis. Ja, ja, ja. Ja, volgens mij is die sociale cohesie voor iedereen ongelooflijk belangrijk. Ja, het is heel gek als je met zo'n team zo nauw samenwerkt. Nou, Ren, ik heb ook heel veel samengewerkt. Dat je dan ineens van 12 uur per dag en dan ineens zit je zomaar thuis. Ja. En dan heb ik nog geluk dat ik in dienst ben. Maar al mijn collega's, die zitten natuurlijk thuis en die hebben helemaal totaal geen uitzicht op wat er gaat gebeuren en of ze überhaupt weer aan het werk kunnen. Nee, want Ray, jij bent ZZP'er. Ja. Dus stopte voor jou ook onmiddellijk alle werkzaamheden? Ja, ik was op het moment een periode thuis met mijn kleine. En ik zou begin april weer vol aan het werk gaan. Ik zat al een jaar voorgeboekt. En alles is nu weggevallen. Ja, want dat is ook een beetje het probleem in het vakgebied. Hè? Dat alles vaak vast ligt voor een lange periode en in de toekomst. Dus dat je ook niet heel snel kan schakelen op iets anders. Nee. Wat er überhaupt niet is. Nu. Nee, dus er is niks anders. En er zijn natuurlijk meer dan 100.000 naast mij die ook iets anders zouden willen doen. Ja. Dus die plek is er gewoon niet. Hoe ben jij het vak ingerold? Dat is wel heel lang geleden. Ja? Ja. Als klein jochie was ik altijd met geluidsdingetjes bezig. Met oude bandrecordertjes. En op een gegeven moment een cursus/opleiding gaan doen. En een vervolg daarop. En uiteindelijk bij de eerste les vroegen ze van... Wat is het doel waarom je hier zit? Ja. En toen zei ik een grote voorstelling in Carré draaien. Dat ik daar achter de knoppen zit. Ja. En een aantal jaren later was dat zo. En voelde dat als een full circle moment? Ik bedoel, had je het idee van, ja, dit is inderdaad wat ik heel erg leuk vind. Wat ik graag doe. Ja, op het moment dat je daar bent. De weg ernaartoe is eigenlijk veel leuker natuurlijk. Ja. Ja. En als je daar zit, dan is het een bevestiging voor jezelf. Van, goh, ik kan dit blijkbaar, anders zit je daar niet. Dat is sowieso het mooie van theater maken. Dat je gewoon met z'n allen echt in een soort van maand... Nou, je wordt natuurlijk gerepeteerd en dan ga je met z'n allen het theater in. En dan maak je die voorstelling. Ja. En dan leef je naar zo'n première toe met een hele grote groep mensen. En dat is een soort van ontlading. Dat is het mooie van het vak. Ja. En het is, ja, dat is ineens is dat allemaal weg. En Ray en ik zouden aankomend seizoen met z'n tweeën op pad gaan met Koef Noen. Ja, en die voorstelling die wordt maar steeds verplaatst. Omdat er gewoon geen duidelijkheid is van wanneer kunnen we dat gaan spelen. Precies. Het is een sector waar er ontzettend veel onzekerheid is. Hè. We hebben het al vaak gehad, geen stip aan de horizon waarvan je denkt. Oké, ik ga een half jaar iets anders doen en dan mogen we weer. Wat krijg je terug van collega's? Nou, eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Niemand weet echt niet echt goed wat ze moeten gaan doen. Het is, ik zei het net al, ik heb geluk, want ik zit in dienst. Dus ik word in principe doorbetaald. Maar goed, jouw baas zal hierdoor geraakt worden. En, nou ja, die wordt natuurlijk heel erg hard geraakt. En hoe lang houden we dit natuurlijk vol? Maar als ik dan spreek met mijn collega's waar ik recent mee getoerd heb. Ja, die hebben allemaal net als Ray. Ja, ik had een heel seizoen gepland. En ik weet niet goed wat ik moet, want ik weet ook niet wanneer ik kan beginnen. En ga ik nou bij wijze van spreken bij de Albert Heijn werken als vakvervoer, ik noem maar wat. Of ga ik toch even afwachten of er misschien in september weer wat gaat gebeuren. Want is dat ook een beetje de tendens die je hoort bij collega's? Dat ze misschien wel nadenken over wat kan ik nog meer? Misschien moet ik iets anders gaan doen? Weet je, ja. Nou ja, ik denk dat niemand het eigenlijk wil. Want we doen dit niet aan niks. Daar wordt ook vrij makkelijk, vind ik, tegen aangekeken. Jesse en ik zitten al vrij lang in het vak. Je brengt zo een berg ervaring met je mee. Ja. We zijn niet een clubje mensen
die maar een beetje aanhobbyen met een paar microfoontjes en een paar lampjes erop. Precies. Dit gaat over vakmensen die dit al jarenlang doen en daar heel erg goed in zijn. Dus het moet niet afgeschilderd worden alsof we... Dat je elke baan zou kunnen nemen en voor juist. Dat ik eigenlijk best goed leerlaar zou zijn nu en met dat het thuisles geven. Ja, maar ik wil best mensen leren wat, van wat ik al in al die jaren heb opgebouwd. Maar waarvoor moet ik het ze nu gaan leren? Want we mogen dat vak niet uitvoeren. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk, want we hebben het net over dat zaadje dat continu gevoed moet worden. Hè? Je kan niet nu zeggen, oh, we breken even voor een paar jaar en dan pakken we het weer op waar we waren. Want dat houdt en niemand vol en er gaat heel veel kennis verloren. Hè? Ja. Kijk, in dat opzicht heb ik wel het gevoel, er komt alweer een stip aan de horizon, maar hoeveel overleven dat om daar überhaupt te komen? Ja. Hoe heb je daar voor jezelf, wat voor gevoel heb je daarover? Nou, ik denk dat uiteindelijk mensen als Ray, zeg maar, van dat kaliber, die gaan natuurlijk op een gegeven moment wel weer terug in dat vak rollen. Maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen die net van school komen. Ja. Ja, die kunnen het eigenlijk wel vergeten, zeg maar. Ja. Die zullen misschien wel mijn iets anders moeten. Mijn netwerk is natuurlijk in al die jaren relatief groot. Ja. Precies. Maar een beginnende ZZP'er, daarvoor zijn de klappen nu denk ik nog harder. Ja. Die hebben ook helemaal geen tijd gehad om überhaupt een soort van buffer op te bouwen. Nee. Want die beginnen net. Die komen uit school, die hebben misschien wel studieschulden. Beginnen net met werk. En voordat je überhaupt een buffer hebt, kan je er alweer mee stoppen. Ja, ik hoorde ook van de week zat hier een beginnend zangeres die ook zei van ja, ik ben bang straks als we weer mogen dat ik door niemand wordt geboekt. Omdat ik nog helemaal niet iets heb kunnen bewijzen. En dat straks op een klaslag. Het ziet er naar uit dat er minder voorstellingen worden gemaakt. Ja. Er is geen geld om dingen te gaan maken. Dus dat betekent dat al die mensen, de 100% die aan het werk was, dat er misschien nog maar 50% werk is. Ja. Ja. En dan zijn het wel die 50% die ze kiezen die zich misschien goedkoper in de markt gaan zetten. Nou, want iedereen wil graag aan het werk. Dus daar is het al niet goed voor. Ja. En die jongens die veel... Die een groot netwerk hebben. Precies. Ja. Waar ben jij bang voor? Nou, ik ben bang. Ik weet niet of ik bang ben, maar ik zie wel dat, of ik denk wel dat het heel lang gaat duren voordat de sector weer terug is waar hij was. Ja. En we hebben het natuurlijk al een paar keer moeilijk gehad. En het is al moeilijk, en dan praat ik vooral over theater, om de jongere mensen naar theater te krijgen. En dan zijn we net een beetje op de goede weg en dan stort het eigenlijk een soort van kaarthuis weer in elkaar. Ja. En ja, dat is... Ja, en ik nogmaals, ik vind het gewoon heel erg voor een heleboel van mijn collega's... die het gewoon nu heel erg zwaar hebben. Ja. En die gaan het nog heel lang zwaar blijven hebben, ben ik tussen mijn bang toertjes, voor. Doe ik heel veel evenementen ook. Dat is echt een hele grote business. Ja. Dan zit je net zoals hier van die streams te maken... omdat een bedrijf internationaal is. Ja. Dat is allemaal weg. Dat is allemaal weg. Ja. En natuurlijk we hebben het heel veel over kunst en cultuur, maar... Dat klinkt een soort bijna als Sander, alsof dat alleen maar mensen ja, zijn die daarom bezig zijn. Ja, daarom ontzien je het, alsof een maker. Maar deze bedrijfstak is zo groot. Er zitten zoveel mensen achter, die allemaal achter. Ja. Als je alleen nog hier kijkt, hoeveel mensen er hier bezig zijn om dit te doen. Ja. Ja, dat is... En dan zijn ze nog met een relatief kleine groep, omdat we natuurlijk niet met te veel mensen precies mogen zijn. Maar er zijn zoveel mensen die gewoon... Nou, je hoort het net van de... Jan de Vis, ja. 12.000 mensen die uitbetaalt. Ja. Nou ja, en daarom is denk ik ontzettend belangrijk dat jullie ook even voor de camera zijn gestapt. Al zijn jullie hoewel het wel een beetje gek is. In de schaduw. Maar het is wel, we moeten samen die schil maken om over te komen. Zeker. En wat natuurlijk eigenlijk raar is, hè, dat wij weer in de cultuursector moeten gaan schreeuwen. Ja. Terwijl, ik doe het niet dat de bloemist ineens al, de bloemenhandel ineens iedereen een bloemetje gaat geven. Van, jongens, hey, we zijn er. Ja. Iedereen bloemen. Krijgen we geld nu? Maar misschien waren we niet goed genoeg in duidelijk maken hoe belangrijk deze sector is. Of zit er iemand op een post die daar misschien zou moeten zitten? Heel goed. Nou, duidelijke taal. We gaan tekenen op het grote bord. Ja. Namens wie ga jij het tekenen? Ik denk eigenlijk namens alle technische mensen die wij als Senef Theater / Moor Theater producties in dienst hebben. En hoeveel zijn er dat? Ja, dat verschilt een beetje, maar ik gok een stuk of 20 die nu geen werk hebben. Ja, Ray, hoeveel ga jij tekenen? Ik ga denk ik voor ongeveer 50 mensen tekenen. Voor het Toneel van Maastricht zou ik een hele leuke voorstelling gaan maken. Daarna voor de Parade. En daarna met Jesse Koefnoen in het theater. Ja, nou dan heb je dus het dan zit je zeker wel een 50.
Nou, dan gaan we die mensen erbij zetten, 50 erbij. Jongens, loop naar het bord. Dank je wel. Heel veel succes. Heel graag. Dank. Ja. Dank.